Het plan van de Bredaanse wethouder Willems voor de aanleg van nieuwe parkeerterreinen in het Masbos is naar de prullenmand verwezen. Willems wilde aan de randen van het bos 4 grote parkeerplaatsen laten aanleggen. Maar alle fracties in de gemeenteraad vinden dat er geen bomen gekapt moeten worden voor de aanleg van parkeerterreinen. De raad deelt in deze de mening van omwonenden en de organisatie De Vrienden van het Masbos. Zij noemen het een bulldozerplan.